Nou, met de dakendagen willen wij al heel lang de daken ontsluiten voor een groot publiek. Alleen daken zijn allemaal eilandjes. Dus je moet omhoog, dan moet je naar beneden, het volgende dak omhoog naar beneden. Wil je echt van het daklandschap gebruik maken of überhaupt van een daklandschap kunnen spreken, moet je die daken gaan verbinden. Onze fascinatie met daken die voert denk ik al terug naar 2008, waarin we hier in Rotterdam begonnen met het optoppen van een woning. En dat is een onderdeel geweest eigenlijk van onze overtuiging dat je op de daken meer moet kunnen doen dan alleen maar grind leggen. Je mag daar ook op bouwen, je mag daar groen op hebben, je mag daar energie opwekken. En nu met de rooftopwalk hebben we daar een voortzetting op gemaakt die laat zien wat je met daken kan doen. Dat dat op verschillende vlakken kan gebeuren, met verschillende manieren. Door in de tijdelijkheid te programmeren kun je soms dingen laten zien die je normaal nog niet kan zien. In verband met vergunningen, gebouweigenaren die iets willen, monumenten die iets kunnen. Dus soms moet je ook eerst even een voorbeeld zetten om bij mensen hun hoofden te openen. Wat ik zelf het allermooiste vond was dat, natuurlijk je had een nieuw perspectief op de stad. Mensen hadden nog nooit gezien dat de Coolsingel zo groen was. Maar ze hadden vooral niet verwacht dat ze een hele tentoonstelling kregen over dakgebruik. Dus het was niet alleen maar een spectaculaire brug, het waren alle voorbeelden van wat je allemaal op een dak kunt doen. In mijn toekomststad zijn alle daken inderdaad vergroend of voorzien van zonnepanelen, of begaanbaar of uitgerust om de biodiversiteit te kunnen ondersteunen of water op te vangen in tijden van droogte. Maar in ieder geval een stuk minder kaal dan de daken zoals we ze nu hier om ons heen hier nog steeds in Rotterdam kunnen zien.